van het wereldkampioenschap voetballen 2022 is bekend. Argentinië heeft zich geplaatst voor de finale met 3-0 overwinning op Kroatië. We waren wederom bij het Sportcafé om een beetje de sfeer voor u vast te leggen. Blijdschap bij de Argentinië fans. Messi, Messi, Messi. Bent een Messi fan? Messi is mijn idool. Ja. Dus u had... Godfather is hij van voetbal, daarom krijg ik voor Messi. Dus u had wel verwacht dat ze vandaag zouden winnen? Ja, tuurlijk! Overtuigd. Helemaal overtuigd. En de finale wordt een spannende wedstrijd met Frans. Ik wil tegen het sterke team spelen toch? Je weet zeker dat Frankrijk morgen... Morgen wint Frankrijk. Ik wil met het sterke team spelen. Zodat de finale een kijkwaard is. Hè? En Messi scoort daarin zeker. Volgens jou gaat Argentinië met de wereldkampioenschap beker naar huis? Tuurlijk, 100%. Ja, maar lobby geen Messi. Dit is de laatste kans voor Messi toch? Dankjewel. We gaan met deze meneer praten, altijd met zijn vlag. Gefeliciteerd. Dankjewel. Had je het verwacht? Natuurlijk. Dat weten we van Messi. Er werd gezegd dat Messi al oud is. Maar u ziet het zelf. 1 goal, 1 assist. En hij bepaalt. Ja. Dat is Messi. En morgen hebben we een andere wedstrijd. Wie denk je dat morgen wint? Ik hoop dat Marokko het wint. Is het iets makkelijker voor Argentinië? Maar we zijn niet bang. We zijn niet bang. Wayne, Messi houdt de beker. Dat is standaard. Messi houdt het beker in 2022. Het is voor hem bestemd. We gaan zondag kijken of je woorden uit. Zondag ben ik hier met u. 12 voor 12 ben ik hier zondag. En Messi houdt het. Het is voor Messi bestemd. De mensen zijn blij. Tot nu toe hebben we alleen maar Argentinië fans gesproken. Ik probeer te kijken of ik ook iemand hier kan vinden die tegen was. Die niet al te vrolijk is. Maar tot nu toe heb ik alleen maar... Was u nou voor Argentinië of tegen Argentinië? Voor Argentinië. Had u het verwacht? Die? Jawel. Ja. En morgen hebben we Marokko-Frankrijk. Wie wint dan? Frankrijk. 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 Volgens jou hebben we in de finale Frankrijk-Argentinië. Jawel. En wie wint daar? Argentinië. Wow. We gaan even kijken. Alleen maar Argentinië-fans hier. Hier, hier. Alleen maar Argentinië-fans. Messi-fans. Messi-fans. En Argentinië-fans. Kijk die vlag hier. Dus jullie hadden verwacht dat... Tuurlijk, we gaan de finale spelen. En we spelen tegen Marokko. Frankrijk gaat naar huis. Argentinië is wereldkampioen. Dit is de laatste wereldkampioen dat Messi gaat halen. In de carrière. En dan wint hij de 8e gouden bal. 100%. 3000%. Hup, hup, Arge! Arge! Messi, Messi! Alleen maar Argentinië... Sinds mijn baby ben ik Argentinier en Barcelona. Oké, God bless. Oké, goed. Een beetje de sfeer vandaag bij het Sportcafé Münder. En u heeft het allemaal gevolgd. De Argentinië fans die zijn uitgelaten en blij. Argentinië heeft zich geplaatst voor de finale van het WK kampioenschap voetbal 2022. De vraag is nu, tegen wie?